Volker Wessels, de bouwer van de West-Luidense Poort, claimt dat ze extra kosten hebben moeten maken tot nu toe om het project te realiseren. Dat gaat tot nu toe om een bedrag van 5 miljoen euro. De extra kosten zitten hem met name in het saneren van de bouwgrond. Deze was voor veel meer vervuild dan van tevoren was ingeschat. De gemeente claimt dat deze kosten voor de bouwer zijn en niet kunnen worden afgewend op de gemeente. Een arbitragecommissie zal daar binnenkort een uitspraak over doen. Daaropvolgend kan dan besloten worden om een rechtszaak aan te spannen. Leden van de gemeenteraad van Tiel zijn niet bekend met de claim. In totaal is 43 miljoen euro gemoeid met het project om een parkeergarage en een gebouw voor de bibliotheek en een kunstcentrum De Plantage te bouwen.